Clemens Barens. Feest op het kasteel. In een kasteel aan de rand van een groot bos woonde een rijk man. Elk jaar nodigde hij in de zomer de mensen van het dorp uit voor een groot feest. Weken op voorhand sprak men daarover in het dorp. Maar niet dit jaar. Is er soms iets gaande in het kasteel? Vroeg men zich af. Op een dag gingen de bakker, de slager, de burgemeester en nog enkele mensen naar het kasteel. Dit jaar kan er geen feest zijn, zei de portier, want alle vijvers drogen uit. Als dat nog een tijd duurt, sterven alle vissen en is er geen vis op het feest. Dat is toch geen probleem, zei de bakker. Als we allemaal wat water brengen, kan de vijver weer vol water komen. Dan is er weer vis en kan er gefeest worden. Zo gezegd, zo gedaan. Iedereen die kon, bracht water aan. Met emmers, met tuinslangen, met grote flessen. Ook Marie kwam. Die had een kopje water mee. Dan heb ik zelf nog genoeg water voor het geval alles opdroogt, dacht ze. Toen de vijvers gevuld waren, werd er gefeest. De burgemeester en de bakker hielden een toespraak. Er werd gegeten en gedronken. En toen zei de rijke man, omdat ik zo blij ben dat er terug water in de vijver is, mag iedereen het voorwerp waarmee hij water gebracht heeft, vullen met wijn. Iedereen juichte van vreugde, behalve... Clemens Barens.